Met live in de studio, Typhoon. Yes, yes, hoi. Vorig jaar stond je op het Umoja-podium. Ja. Nu op het hoofdpodium. Gek. Hoe, ja, was het gek? Ja. Gezondheid. Het was, dankjewel. Het was, ik zie nu pas, nu ik hier sta, hoeveel mensen er eigenlijk zijn. Je krijgt maar voor de helft mee of zo, weet je wel. Maar ik had niet verwacht dat mensen zulke doordouwers zijn. En het was alsof iedereen zei van, nou, het is kletsnat. Maar we gaan met elkaar of we gaan niet. En iedereen wilde gaan. Dus dat was, ja, was echt een cadeautje. Echt heel tof. Weet je wat het mooie is? Waarschijnlijk heb jij dat niet eens gezien, omdat je, ja, in de coulissen stond voor te bereiden op je optreden. Ja. Maar ik kwam hier aan en het hele veld stond hier vol en er stond niemand op het podium. Dus ik vroeg, wat gaat hier gebeuren? Ja, even Typhoon gaat hier zo meteen echt optreden. Waar, ja, joh, iedereen stond hier al zo, Typhoon, wow, Typhoon. Wat dope. Dat is, ja. Weet je, van, mensen zeggen me op een gegeven moment van, ja, je zal er toch wel aan gewend zijn. Maar het is er nog steeds. Ik bedoel, Lobby de Bassie is 2 jaar nu uit. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we 3 jaar het derde festivalseizoen zitten. En mensen nog steeds zoveel liefde en zoveel energie. En wij stoppen er ook zo van. Dus we maken onze arrangementen anders. Dus we willen elk moment weer echt als nieuw beleven, weet je. En dan is het tof dat die mensen zo hard mee zijn gegaan. 30.000 mensen. Is dat je grootste publiek ooit? Het is niet mijn grootste publiek, maar het is wel, het komt wel keihard binnen. Oké, dus die Ziggo Dome straks op 9 december, dat is geen probleem. Nee, weet je wat het is? Ik heb, nou ja, Guus is nu bezig. Wij hebben een voorprogramma bij hem gedaan. Dat is ook zoiets, volgens mij. En Bevrijdingsfestival Zwolle is 50.000, volgens mij. Maar wow. Ja, maar dat weet je, ik heb maar een paar keer in mijn carrière zoiets gehad van, oké, ik ben blij dat het optreden klaar is, omdat ik het bijna niet aan kan dat er zoveel mensen zijn, weet je wel. En dat heb ik op zulke momenten gehad, dat je denkt van, ja, misschien moet ik nog een paar jaartjes ontwikkelen voordat ik dat echt helemaal aan kan of zo. Ah joh, dat heb ik elke keer met mijn radioprogramma. Ja. ik had nog één vraag, want je treedt altijd op blote voeten op. Ja. Maar het is nu natuurlijk wat frisser, dus ik zag een lekker Persisch tapijtje liggen voor je. Ja. En neem je die altijd zelf mee? Ja, neem ik altijd zelf mee. Mijn podium is mijn thuis, weet je wel. Dus ik wil het beetje huis zo. Hè? Ja, iedereen begint hier met springen. Dus Typhoon die kijkt verschrikt op. Wow, wat gebeurt er nou? Maar zo sprongen ze dus ook bij jou, hè? Te gek. En als je het zelf wil zien, als je lekker thuis zit, dat kan via 3fm.nl/live. Kan je precies zien wat er nu gebeurt op de Brouwersdam. Ongelooflijk, man. Had je dat mooi. Nou echt niet in de gaten, hè? Nou, op het einde bij Sand lopen. Op een gegeven moment dacht ik wel van, yo, wat gebeurt hier gewoon? Dat je die hele Brouwersdam gewoon los ziet gaan. Maar het is, als je niet op het podium staat, is het best wel heftig of zo. Dat je denkt van, wow, zoveel mensen die zo erg los kunnen gaan. Nou, Typhoon, heel erg bedankt dat je hier was en dat je hebt opgetreden. Je begon al over een zandloper. Ik zou zeggen, laten we dat moment maar gewoon samen herbeleven, toch? Leuk, ja, lekker springen.